Dag allemaal, wij zijn dominee Piet en Peter. En wij vormen samen een duo. Duo? Ja, we zouden toch samen een verhaaltje vertellen. En als je dat samen doet, dan ben je een duo. Oh! En wij zijn toch vriendjes? Ja, tuurlijk zijn wij vriendjes. We vinden elkaar lief. Het gaat nu over paardenbloemen. Nee, Peter, het gaat niet over die paardenbloemen. Hier, het gaat over Pinksteren. Is dat? Dat is een feest dat we vieren. En het heeft alles te maken met de Heilige Geest. Heilige Geest? Ja, en daarvoor gaan we een verhaaltje vertellen dat te maken heeft, een voorbeeld dat te maken heeft met zeilen. Gaan we in een bootje? Nee, we gaan niet samen in een bootje. We gaan naar een klein voorbeeldje. Een bootje kijken. Kijken? Ja, kom maar mee. Komen jullie ook mee? In het bakje is een bootje. Klompje toch? Ja, het is een klompje en daar heb ik met een zeiltje een bootje van gemaakt. Nou ligt het bootje stil. Ja, hij doet niks. Maar nou gaan we blazen. Kijk, let op. Kun jij eerst blazen? Nou, ik kan niet blazen. Niet hard genoeg. Ga ik het samen proberen. Daar gaat de boot. Zie je wel? Hoepla, deze kant uit. Rond zich! Ja, je kan het ook met een rietje doen thuis. Is ook leuk, met een rietje. En eventueel kan je het met z'n tweeën doen. Met z'n tweeën? Ja. Ik hier, jij daar. En wie dan het beste kan blazen. Dat is dat je dus met wind gaat een boot blazen. Als je een zeilboot hebt, ja, een zeilboot die vouwt het zeil uit en dan door de wind gaat die varen. Dus wind en zeilen bij elkaar, die zorgen dat een boot kan varen. Oh, ik snap het al. Wat heeft dat nou met de Heilige Geest te maken? Nou, dat ga ik zo meteen in een verhaal uitleggen. Zometeen. Oké. Ik wil jullie wat uitleggen. Over de Heilige Geest. Kijk, hier is dat bootje. Het is gewoon een oud klompje. Met een paar stokjes en een stukje papier als zeil. Is het een soort bootje geworden. Als het bootje in de haven ligt, dan vaart hij niet. Bootje uit de haven. En als dan degene die op de boot zit het zeil uitrolt en in de wind brengt, dan kan het bootje gaan varen door de wind. Dat is een zeilboot die vaart door de wind. Nu over de Heilige Geest. Ik heb al een kaarsje aangestoken. Een beetje warmte van God bij ons. Licht van God bij ons. Hoe werkt nou de Heilige Geest? Dat wil ik vergelijken met de wind. Het bootje gaat varen door de wind. En wij komen in beweging door de Heilige Geest. Die is net als wind. En die kan in ons komen. Dat is ook de bedoeling. De Heer Jezus zei: ik zend jullie mijn Heilige Geest. Hij blies op zijn leerlingen dat de Heilige Geest in hen kwam. Die kun je ontvangen. Ja, je moet hem wel ontvangen. Net als dat je bij het bootje het zeil uit moet rollen. Anders vang je geen wind, dan kun je niet varen. Zo kun je ook voorkomen dat de geest in je komt. Dan word je eigenwijs of boos of ga je lelijke dingen doen of akelige dingen zeggen. Dan maken wij ruzie, ook in het groot met allerlei verschrikkelijke oorlogen. Dat is een verkeerde geest. De Heere God wil ons zijn Heilige Geest geven. En als je daar nou voor openstelt door te bidden, wilt u in mij komen, dan komt de Heilige Geest in je hart. En die geeft daar liefde en vrede en zelfbeheersing. Dus ik leer mij beheersen tegenover de boosheid, het verkeerde. En ik leer mij vriendelijk op te stellen. Het weer goed te maken. De ruzie weg te stoppen. En te zeggen: zullen we samen spelen? Zullen we samen met liefde in een huis wonen? Met vrede? Dat is de bedoeling van God. En dat wil hij aan alle mensen geven. Maar we moeten ons wel openstellen, net als het bootje,
zeil uitrollen, in de wind komen. Zo moeten wij, mogen wij, in de beweging van Gods Heilige Geest komen. En als dat gebeurt, dan wordt het mooier op deze wereld. Dan wordt het beter. En dat heeft de Heere God bedoeld. Nou, je hebt het goed verteld hoor. Oké, nog één keer blazen. Door de kracht van de Heilige Geest, door de kracht van de God die ons allen geneest, door de kracht van de Heilige Geest, vieren we feest met elkaar. Nou, ik hoop dat jullie er wat moois van gezien hebben en ook wat moois van gaan maken. Ja, gaan jullie ook een bootje maken? Zo'n bootje of van Lego? Of een ander bootje, mag je zelf weten. En stuur je uitzendingen, je inzendingen, maar op Facebook of WhatsApp of waar dan ook. En misschien, misschien mag jij dan ook een lekker ijsje eten. Doei de woei en toedeloe.